wijk om van te houden. Zo kleurrijk is er eerlijk waar geen één. Zo één om heel wat dromen op te bouwen. Een wijk zo rijk, zo bruisend, eerlijk waar een fenomeen. Het is een prachtwijk, prachtwijk. Het is een dag- en nachtwijk. Het is een broedplek met een barre tot een gang. Het is een prachtwijk, prachtwijk. Ja, ga maar verder. Want die had je al betaald. Ja? 1,30. Ja? 1,30. Wat heb je nou aan Jan? Kapot. Kapot? Gebroken? Zo. Mams van 1, 2. Ja? 2,25. Even nakijken, want nou weet ik het niet meer. Zeg maar. Hoeveel kost zoiets? Kwartje? Ja! 19 cent. Oh. Die is 5 cent, kauwgom is 5 cent. Een kikker, een kolenfles, een banaantje, een tandenborstel. Doe zo'n hartje. Zo vaak op. Ik zorg alleen altijd dat ik vermomd ben. De straat ook nog te vullen. Zo'n lengte dit. Ik ben al een paar keer met de tram express door de straat heen gereden. Achter in de tram gaan zitten en dan door de straat laten rijden.
Ja? Dan zie je hoeveel het verandert. Wanneer zien we die film? De tape is dadelijk bijna klaar. Ja. Een hele lange film, maar. Komt die het museum of? Nou, als het lukt wel. 7 voor 5, 6 en dan boven. Ja? Ja, ik wil wel een kantje van. Ja? Niet te geven. 2 Ben je weer aan het filmen? De laatste bakker in de buurt. Ja, echt, ja, inderdaad. Laatste oude bakker. Oude bakker. Nou, hoe lang hebben jullie hier naar gezeten? 56 jaar dit jaar. Ja, in de Nexstraat. In de Nexstraat weet ik nog wel. Vanaf 1937. Dat duurt hij zeker niet, hè? Ik doe hem niet die kant op, hoor. Ik doe mij die kant op. En ik wou een halfje. Ja. Ik had een snijder ook weg. Moet je snijden hebben? Of sesam? Nee, doe maar sesam. Ja. Weer één vader. Jan gaat er. Ja. Mocht je ketchup? Ja. Afstand bediening of. Ben je bang dat. Gereed? Alsjeblieft. Wel smijlen. Groot dance, moet je zeggen. Alsjeblieft. Dag meneer. Dag. Staat er wel op, hoor. Groot dance. Zijn ik toch ook? Ja, oké. Hij staat aan. Maar ja, hou je wel video? Oh, nee. Nee, helemaal. Dus dat scheelt. Dat scheelt. Nee, anders niet. Ja, terwijl die man die zegt niks tegen dat de batterij aan staat. Ja, heel goed gezien. Ik kan misschien moest dat niet jammer worden. Tot de laatste van de jaar. Ja, zeker. Nou, nee, dat vind ik juist jammer. Ja. Mag ik een doosje van de jongen? Anders nog iets te bellen? Nee, dan. Nee, welke kaart? 11:50. Oh, sta ik er precies voor? Nee hoor. Oh. Ik heb er veel te vragen. Oh, als je die vraagt, moet je ook vragen. Jongen, die is brutaal. Ja, toch? Maak 200 gulden. Op de laat, dus ze konden niet meer gaan bakken. Dus ze hadden nog ronde taarten. Ja. Dus ze hebben 2 ronden gemaakt, ja? Neemt een man nog mee of nee. 65. Wat draai je? Als ik doe, ga ik naar Bellen. Ja? Ja, dank. En bedankt. Oké. Straks. Ja. Hier?
weer. Mijn zenuwachtig maken. Nou, je bent zenuwachtig van maken. Nee, ze durft niks te zeggen. Maar hoe komt het dan? Er zit dus, meestal heb je dus ook een kastje ervoor. Je hebt een kastje, kan je dan apart, dat kost ook 100 zo. Dan kun je dus de scherpte, kleur en contrast helemaal veranderen. Dan krijg je dus een betere kwaliteit. Ja, maar daar wordt zich pas lekker. Er zijn ook videorecorders, als ze elkaar niet kunnen, niet op elkaar zijn ingesteld, willen ze ook maar wel eens behoorlijk wat schade op de band aan. Nou, als je dus een stereorecorder hebt, en je gaat dan op een monorecorder afspelen, is het ook rommel. Nee, het is wel best goed. Dan zit je altijd goed. Stereo is toch nog beter dan de monovisie. Ik heb zelf, maar ik heb zelf ook films. Die maken dus op stereo recorder. Maar als ik het moet kopiëren, moet ik ze wel van de stereo naar de mono recorders opnemen. Anders, als ik het andersom doe, valt bij mij de commentaar of wat dan ook valt er vanaf. Want dat ziet hij dan weer niet. En ik gebruik ze vier sporen recorder. En twee sporen recorder van vroeger, die ziet dat niet. Dus die ziet alleen het beeld en het geluid en andere geluiden op de tape ziet hij niet. En dat is het nadeel met vier koppen. Maar het is wel het beste. Daarvoor zie je er vaak heel veel recorders zijn heel goedkoop. Als je dan kijkt wat voor videokoppen ze hebben, dan begrijp je best waarom ze zo goedkoop zijn. Ja, het zijn vier koppen. Zouden, vier is de beste. En Bang nodig zijn? Ik heb één kop. Alleen losse koppen erbij. Ik heb er drie. Nee, die recorders kosten nou, denk ik nou ook 300-400 gulden. Waar twee kop of één kop in zit. Oh, maar dat zeggen. Maar dat weten de mensen niet, dus die kopen hem. En je kan er dus verder alleen maar opnemen en afspelen. Je zou er dus niks bijzonders mee kunnen kopiëren. Ik heb zelf ook een monorecorder en daar heb ik spijt van dat ik sommige programma's op opgenomen. Want hij maakt zulke rare dingen mee. Dus RTL 4 wordt hij gek van als hij dat moet opnemen. Mijn stereo recorder heeft daar geen last van. Ja. Maar die heeft dus ook die scrambler erop zitten. En zodra mijn monorecorder dus gaat opnemen, heeft hij er wel gewoon beeld. Maar dan gaat het geluid hard zacht. Ook nog niet zo. Nee, maar waarom? Nee, als... Oh ja, hoe kan het dat al niet instel om op te nemen voor de video? Niet ook al. Welke? Die blik? Ja. Heb je hier op zo'n blik gezet? Ja. Spiegel. Oh, voor spiegel. Even, één moment, ja? Dus testen. Hallo meneer, alles goed dat ik zeg? Ja. Ben je mevrouw aan het eten? Nee, hij staat op jou te wachten. Ik zeg, ja. Ze komt zo. Ik hou niet van foto's. Waarom niet? We hebben wel eens een mooie foto van jou aan de kant gezet. En, ja, hele mooie foto. Met kookgezicht. Nou, ik wil aan alle donker bruin. Ik zou hier gaan staan, maar ik wil niet op dat gekke ding. Ik sta alleen daar op. Dus, als je daar staat, sta je echt niet op. Oh zo. Nee, die andere wil ik liever, zijn ogen. Nee, met zemelen. Die? Ja, die. Zij weet het.
Zemen, met zemeltjaas. Met zemelenbrood. En twee ons beleven. Dan nog een stukje achteruit. Zag de najaars of zo? Ja, dat zei het op. Nee. Nou, is het niet toch? Nee, nou, ik snap het nou allemaal niet. Dat ding. Hier kan ik in kijken. Hij filmt ook aan de zijkant. Hier? Ja? Wel een beetje lachen. Dan sta je erop, een beetje de koek in je mond. Geen niet zo. Sorry? Wie zie je nou? We hebben een gat in. Allebei. Hou eens een oud stukje zeker. Had ik een huidraag? Van de tijdkrantje uit. Daar zal de kopijnen winnen. Ik zit tegen mijn hakken zo eigenwijs heen. Ik zeg, je mag er een zacht wijze zitten. Zie jij denk dat zo je achter je rond. Dat zijn wij niet hoor. Nee. Wij zijn alleen degene die moet plakken. Ja, die moet zijn spullen inleveren. Nee. Nou, ik denk toch dat Marco niet er toch wat van gaat zeggen. Want het is natuurlijk wel iedere maand weer die krant. Iedere maand om je eigen stukken moet gaan zitten. Dus het is ook, mag het ook iets meer zijn, of wel? Want het zoals gewoonlijk is het altijd wel meer, hè? Nee, het is nog niet meer. 200 zeg ik toch? Nou, nee. 142 gram. Zeg het maar, meneer. Ik vraag alleen, mag het ook iets meer? Stokbrood, ja. Oh, mag het daar ook iets meer zijn? Anders nog iets? 1,90 had ik. Goed zo. Oh ja. Ja. Twee, vijf, ja. En gedaan. Is dit nu voor de werkplaats of voor de stadsvernieuwing? Ja, voor je dat nou doen. Nee, voor zeg maar. Brood. En ben ik er nou? Je bent zo stinkend, nee. Nee, ik hier alleen die kant. Ja, als je die kant mag, is er niks aan de hand. En ik wil komijnenkaas, jongen. Ja. Pak gewoon een stukje rietjes bij. Jong, belegen, oud. Nee, jongen. Jongen, geen ouwe. Geen ouwe, heb ik thuis al. Oh. Moet het wel overal twee van zijn? Nee, zit natuurlijk niet als dat het niet gezegd. Is er overal twee dan nog? Ja, hij staat buiten. Hij wil dan niet meer binnen. Mijn kleine hondjes staan buiten, twee hondjes. Dat is het. Dat is dan 6,35 zijn. Oh, geen maar stokbrood eigenlijk erbij. Ja. Ja, doe maar. Ruusje van Dennis, kijk of ze ook schaamt. Kom je deze avond ook? Dat is die kerstdiner, hè? Nou, geen diner doen we niet. Een drankje en een hapje. En sla je handje geven aan mijn huis. Sorry? Ja. En sla je handje geven aan mijn huis. 8,25. Ja, ik ga eens een hoer eten. Ik kan niks doen. Nee, 10, 5, 5 en de 5. Ja. Zeg je nou als een dief, hoor je dat? Hoor je die ook? Zeg je rijstkoud als een dief? In plaats van als je verliest. Zegt hij dat? Nee, ja, dat zeg jij. Dat is jouw vader, hè? Nee, je had de boodschap doen, maar was de dief verschuldigd ook. Zeg het
Ja, ze zeggen het. Kijk, weet je hoe het gaat? Ja, je moeder moet het bevestigen. Lukt het zo? Ja, dankjewel. En bedankt. Nou Dennis, gaan we lekker. Nee joh, ga het alsjeblieft niet doen, want dan vind ik niet weten dat we een hekel over. Ja, dat gaat blozen voor zo. Ik heb twee hekel aan. Gaat ze blozen. Ik sta ten eerste op foto's en films altijd achterlijk al. Ja. Anderen kennen dat charmant opstaan, maar ik sta er altijd als een zaadzak op. Daar ben ik natuurlijk wel niet. Dan kun je je houding zo meteen verbeteren. Ja, rechtop staan hè. Ja. Wil en buikspieren inhouden. Nou, ik heb niet zo, ik heb geen grote dikke reet. Nee. Dus dat valt weer mee, maar. Dat komt er allemaal op te staan hoor. Nee hoor. Dat neemt hij allemaal op. Dat gaat uit. Ik moet het toch van beeld hebben. Ja, wees niet bang. Dan hoort hij als gezegd net op je. Ik toch niet niet ben. Nou, ze weet wel hier dan. Ik zei, het begint zei ik hallo via. Deze avond draait die dag tegen. Ja, maar. Nou, ik had je toch al gefilmd aan de overkant, dat bij Riekes. Zat dat goed? Ja, dat staat er nog op. Overal waar je komt, gefilmd hier. Nee, maar we toch stukken eraan draaien, aan te halen. Nee hoor. Wel authentiek. Nou, dat heb ik pech gehad. Net zoals ik ben, hè? Moet je ook gaan blijven. Zoals je kunt. Jongen dan. Ja, we lopen gewoon door. Ja, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Echt niks. Er gebeurt niks. Ik ken hem expres niet aan. Het is een waterkanon, hoor. Kijk uit hoor. Het spuit. Ja. Daar. Ja, kom maar verder, er is niks aan de hand. Ik neem maar de bakken. Hij ziet de bakken zo mooi. Dat was je. Nee. En wel een kakertje. Steekhouden. Kijk, ja, ziet er ook nog. Ja, maar waarom? Wat kun je meekomen? Ja, dat was zo. Dat is jullie. Dag. Dag. Je mag hem niet opgeleven. Waarom die niet? Nee? Ben je er? Ik heb een week zomerkamp gehad met kinderen. Er werden zo eerst toestemming aan de ouders gevraagd. Want toen liep ik ook met dat ding mee de hele week. Het ging met Mochert, maar niet, liever niet voor de oude avond en daarna. Dat mocht dus niet. Want waren de ouders en alle kinderen bij elkaar, dat mag dus schijnbaar niet. Dat is ook een kind dat liep ook de hele week, ik wil niet, en eind van de week. De wereld was alleen maar. Ja, dat hield ik er maar op. Er zitten wel films te kijken. Ja, maar het is wat anders dan als je erop komt. Ik zie ook vaak dat ze zo lopen, hè. Zo, raakt er gewoon voor. Meestal aan het gezicht kan je al zien of ze het wel of niet doen. Dan hoeven ze niks te zeggen, maar je ziet het gewoon aan de ogen al. Lampje. Ja. Nou, voorheen pakte ik namelijk altijd een zwart stickertje overheen, zodat je het niet kon zien. Ja. En zei ik van, nou zei er een film nu? Ik zei nee hoor. En dan gingen ze weg en dan was het klaar, dan lekker erop staan. Beste manier. Vijf van camera van je mee. Ik knippen. Nou, dan zie je vanavond wat ik ermee gedaan heb dan. Nou, mag je iets zien? Ja. Is mijn broer? Ja. Af en toe. Nou, hier heb ze een KB gezeten, buiten hier. Nier. Nou, en van de lans heb hier op de hoek gezeten. Ja. Nou zeker, dat zijn de kleine winkels die hem gewoon gezellig maken, die duurt. Dus als je dat dan die brei, of die breigaar in de Ruitenstraat, is ook een gezellige winkel. Een scharenboertje. Dan had je er 2, 3 zitten geloof ik, hier van die handwerk toestand. Ja. Maar ik vind het jammer hoor. Nostalgie gaat er langzaam de wijk uit. Ik vind jij dat er zoveel van die winkels komen waar je niet naar binnen zou gaan. Maar... ik vind het allemaal overbodig allemaal. Net zo, dan is er dus weer een kap en dan zitten er hier 3 kappers op een rij. Ja. Nou goed, mocht het niet meer terugkomen. Nee. Want het was Duivenstein's plan om hier een elite stuk van te maken. Ja, Duivenstein heeft hier vroeger gewoond. Je kan merken dat hij dat gedaan heeft. Nee, maar daar is mee begonnen, die op onderstroom.
Hij wou dat er een elite stuk werd. Toen werd er gesaneerd van, die mocht niet meer terugkomen. Schoenmaker mocht er niet meer in. Hij mocht dus niet terug en dan mocht de kapper hoorde er ook niet in. En dat plan was dus alleen maar elite zijn en gesaneerde stukken. Dus dit stuk van Jan Laan en Holmaplein was gesaneerd in 3 stukken. Dus. Het enige waar ik wel blij mee is dat Hako nou tenminste al die winkels kwijt is. Ik vond toch een beetje een saaie straat overal Hako tegen te komen. Ja. Ja, dat heb je ook gedaan. Daar kan ik nu naar uit. Ja, daar hebben we het nou goed aangepakt. In het begin van de Hobbemastraat en het einde van de Hobbemastraat. Heeft hij echt goed aangepakt. Maar nou, heb je al doorgekregen van dat hij niet meer terug mocht komen. Er is geen plek voor hem. Verbaast dan niks. Als een 2000 jaar aan de beurt is. Er is geen plek voor hem, maar ze willen hem gewoon niet terug. Zo werkt het meestal. Want ik vind het wonder, ze laten wel die winkels vol krijgen. Dat vind ik echt een wonder dadelijk. Dan komen minder winkels terug. Dat zegt het. Anders is het 1,50. Kom. Ah, zout of vies! We hebben heel wat bedrijven hier gezeten. Ik vind het een wonder hoor, dat hij het wel dan nog ziet. Die daar nog zitten. Kamper die heeft het dan een beetje mooi gemaakt. Mm-hmm. Ja, ik vind het echt een mooie. Zoals die echt bij zit, is het echt een schitterende winkel. Ja, maar het puitje op zichzelf, dat vind je ook niet meer terug. Nee, ik vind het Jan heeft de Vliegenstraat ook, het is nou al weg. Maar dat stuk, als je ziet wat ze daar weghaalden, is echt gewoon schande. Van een grote koppen daar al in zaten, die gevel. Ja. En speciale, bijna iedere, er is hier bijna geen ene straat identiek. Met allemaal een klein tierletijntje aan wat weer anders is. Dus op de Vianne had je dat stuk met al die kleine balkonnetjes erbij aan de raamkant zitten. Ja. Waren er geen echte balkonnetjes, maar het waren wel van die hekjes bij die raam. Echt schitterend. Is dat nou allemaal niet meer, maar... Maar dit is dan oud, hè, wat erin zit. Ja. Dus ook, ik vond ook die dierenwinkel die er heel kort gezeten heeft, waar nu die videotheek in zat, en naast Tieleman vond ik ook heel mooi opgeknapt. Waar het dat bezarretje is. Is een broedplek met een barre kloppend hart. Het is een grachtwijk. Er is er geen gezeik bij. Is een wijk zo rijk, veel kleur. Is een wijk naar je land. Ik woonde sinds een tijdje best gelukkig. Ik kom het hoekje schaven zonder laan. Een lekker huisje en ook fijne buren. Ik ga er dus wat mij betreft voorlopig niet vandaan. Het is een krachtwijk, krachtwijk. Het is een dag en nachtwijk. Is een broedplek met een warre kloppend hart.